Op zijn 31ste voetbalt Jeroen Siemaes weer bij de belangrijkste club uit zijn jeugdjaren, Oud-Heverlee. Op 10 jaar ben ik naar Oud-Heverlee gekomen. Toen had je nog niet OHL zoals het nu is en had je nog Oud-Heverlee en Stade Leuven. En daar in Leuven eigenlijk ook. Toen ik pas begon, dan stond ik echt van voor, rechts buiten of zo, zoals dat bij iedereen wat gaat. En als ik iets ouder werd, dan stond ik achter de spitsen en zo. En dan met het ouder worden, elk jaar 2 meter achteruit. En dan op het einde beland je in de verdediging voordat je het weet. Als jonge snaak debuteerde Siemaes in het eerste elftal bij Oud-Heverlee. Dat toen voor de promotie naar tweede klasse speelde. De bekendste spelers was natuurlijk Sterchel. Later is dat Sterke Lee geworden, maar ik ken hem nog als Sterchel. Dat is natuurlijk een iets triestiger verhaal dat dat afgelopen is. En Bjorn Ruitings kennen de meeste mensen nog. En dan had je hier zo wat de legendes, à la Hans Goethuis en zo. Dat is misschien voor het brede publiek iets minder gekend. Maar hier in de buurt was dat was de kapitein en de speler die hier lang gezeten heeft. De carrière van Siemaes was gelanceerd. Via eerste klasser STVV trok hij naar topclubs als Club Brugge en Racing Genk. Tot hij 2 jaar geleden plots toe was aan iets anders. Samara in Rusland. Gewoon omdat ik zin had in iets nieuws. En ik heb altijd wel in het achterhoofd gezeten met mijn voetbalcarrière graag eens een avontuur te hebben in een compleet andere cultuur. En dat was mijn kans. En Rusland sprak me voor een of andere reden wel aan. Het eerste jaar, dat was in tweede klasse. Dan zijn we kampioen gespeeld en direct gepromoveerd naar eerste klasse. Dat was vooral een avontuur omwille van de hele gekke verplaatsingen. Dat land is ongelooflijk groot. Ik herinner mij vluchten van 10, 12 uur dat je nog altijd in hetzelfde land zit te spelen tegen ploegen waar je nog nooit van gehoord hebt. Dus het eerste jaar vooral viel ik wel van de ene verwondering in de andere. En het tweede, dan speelden we in de Premier League en dan kom je echt in een competitie terecht die heel sterk is. Dus dat was dan weer genieten op sportief vlak. Mij heeft het vooral bijgebracht om toch een soort van extra dankbaarheid te hebben dat wij hier zijn mogen opgroeien en leven. Want in mijn ogen is de levenskwaliteit hier toch wel een stuk hoger dan daar. Maar hier de mensen, je hebt natuurlijk wel verschillen in rijkdom, maar iedereen zit redelijk kort bij elkaar. Iedereen kan bijna een smartphone kopen of allemaal van die dingen. Maar daar zijn de verschillen veel groter. Daar heb je 5% superrijken en 95% superarmen. En ja, het is natuurlijk makkelijk praten als je net in dat gedeelte zit dat aan de rijke kant zit van het spectrum. Maar je komt toch altijd met alles. In het leven kom je dat tegen. Hè. Je leeft niet alleen in de stad. Siemaes maakt zonder meer een nuchtere indruk en heeft nu duidelijke prioriteiten gesteld. Nadat ik van Rusland terugkwam, dan was het voor mij in mijn hoofd al wel redelijk duidelijk dat ik niet meer een puur financiële of sportieve keuze ging maken. Het moest ook een beetje passen in het leven dat ik voor ogen had. Ik heb een jong gezin en ik heb een huis gebouwd hier in de buurt. En Leuven is voor mij veruit de makkelijkste oplossing. En natuurlijk met mijn verleden hier gaf dat nog wat extra emotioneel cachet. Voetbal is nooit echt alles geweest in mijn leven. Allee, ik heb voetbal altijd wel super belangrijk gevonden, wat er daarin gebeurt. Maar ja, mijn interesses, soms heb ik wel zoiets in mijn achterhoofd. Iets anders zal toch ook zo slecht niet zijn.